Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. De reden waarom dat de meeste van jullie denk ik op deze video hebben geklikt, is in verband met de titel. In de titel staat waarschijnlijk iets van mijn rapport of zo, of weet ik veel wat er staat. En daarom hebben jullie waarschijnlijk geklikt, want jullie willen weten hoe ik het gedaan heb op school. Dat is ook wel logisch denk ik. Dus de vorige 2-3 weken heb ik examens, oftewel proefwerk moeten maken, of hoe dat ze dat in Nederland noemen, toetsen, nee geen toetsen, heb ik dus moeten maken. En sommige gingen goed en andere gingen gewoon slecht. Ja, gewoon slecht, zo kan ik het wel noemen. Maar ja, iedereen die dan slechte dingen maakt, heeft dan altijd wel een beetje hoop van ik zal er wel doorgeraken. Het zal me wel gelukt zijn. Dus op donderdag, 1 week na mijn examens, kreeg ik dan te horen of ik er door ging zijn, of ik naar het volgende jaar mocht. Of dat ik er niet door was, dus dat ik een jaar opnieuw moest doen. En dus, ik had dan zo'n vermoeden van ja, ik ga er helemaal niet door zijn, het is me gewoon niet gelukt. Ik heb keihard gefailed. Holy shit, we maken dikke kills. Dus op donderdag ging ik dan naar school, samen met mijn ouders. En ja, mijn vermoeden werd geconfirmed ofzo, I don't know hoe dat ze dat zeggen. Ik was er inderdaad niet door, dus voor iedereen die de vraag heeft, was je door of niet? Ik was er niet door, ik ben er niet door, ik ben vierde middelbaar. Ik weet niet hoe dat in Nederland is, sorry als ik dat nu niet goed uitleg. Maar ik moet mijn vierde jaar dus nu opnieuw doen, ik mag niet naar het vijfde. Ik mag naar het vijfde, maar alleen in enkele richtingen, maar ja. Ik doe gewoon de richting die ik nu doe, ga ik gewoon opnieuw doen in het vierde jaar. Dus ik doe gewoon mijn jaartje opnieuw. Ja, het is een beetje kut, want alle vrienden mogen wel doorgaan, mogen wel naar het vijfde jaar. Ja, niet allemaal natuurlijk, maar de meesten mogen wel naar het vijfde jaar. En jij zit dan nog steeds in het vierde jaar, dus dat is gewoon pittig kut. Maar voor de rest, er zullen ook wel leuke mensen zitten in het vierde jaar. Waarschijnlijk niet, maar ja, dan maak ik het wel leuk in die klas. Het komt allemaal wel goed, denk ik. En jij bent een dikke camper en je bent keihard geoomd. Kinetic armor poppen. En die was echt geweest, die Kinetic Armor. Misschien kunnen we hier nog wel gebruik van maken. Nope. Oké, genoeg over de Kinetic Armor. Even terug naar school. Het is natuurlijk wel positief als je je jaar opnieuw doet, want dan, je kent al een beetje van de leerstof natuurlijk. Dus het is iets minder moeilijk als het ervoor was. Daarom kan het denk ik nog wel chill zijn. Als jullie graag willen weten wat mijn punten waren, ik had in totaal 62 of 61% denk ik, ik weet het niet helemaal zeker. En de vakken waardoor ik moest blijven zitten is het vak natuurwetenschappen. Dat houdt dus fysica, chemie en ik weet niet hoe ze het anders noemen, zoiets in. Voor dat vak was ik er niet door. Oh my god, camper. En dan ook voor mijn wiskunde was ik er ook niet door. Dus dat zijn twee vakken waardoor ik eigenlijk mijn jaar moet opnieuw doen door die twee vakken. Ja, dat is gewoon kut. Ik ben niet zo goed in wiskunde in het algemeen. En ja, natuurwetenschappen, dat heeft ook wel soms wel veel te maken met wiskunde. Met formules, dus ja, daarom dat ik daar ook echt op gefaild heb. Als je je afvraagt waarom ik zo slecht ga, ja, dat is mijn eerste potje van de dag. Dus dat is denk ik nog wel best normaal. En ik speel natuurlijk nog steeds zonder geluid. Laat ook, by the way, zeker weten wat jullie van deze intro vonden, want ik heb, zoals jullie allemaal gezien hebben, een nieuwe intro. Die heeft Maarten voor mij gemaakt. En ja, laat gewoon weten of je die mooi vindt en wat er nog aan veranderd moet worden. Moet die puntje puntje worden, moet die dat worden, moet die, I don't know. Laat dat even allemaal weten, want dat zou echt chill zijn moesten jullie dat weten. Want dan weet Maarten ook wat er moet veranderen aan die intro. Of misschien is dat gewoon al goed. Ik weet niet wat er nu gebeurt. Dit is dus echt een goede game. Ik probeer rustig een potje op te nemen, een rustig mooie video op te nemen. Krijgen we fucking dit. Oh, en we spawnen gewoon terug in. Oké, het zal wel allemaal normaal zijn, Call of Duty. Wat? Dus laat zeker weten wat jullie van de intro vonden. Als we de 300 likes op deze video kunnen halen. Want elke like steunt me wel een beetje voor mijn rapport. Dus one like is one prayer. Dus like gewoon even de video. 300 likes. En dan ja, dan komt er nog wel een nieuwe video. Nee, er komt sowieso een nieuwe video. Dus maar nee, gewoon 300 likes zou wel best chill zijn. En deze enemies, ik weet niet wat ze doen, maar ze hebben niks beter in hun leven te doen dan campen. Yo, doei, Jesse ter Horst. Daar stond ook weer een camper hoor. Gaan we die even uitmoorden? Hoppakee. Zonder geluid pak ik hem zelfs nog. En doei. Doei. Kom maar, kom maar. Doei. Oh, en daar waren weer campers. Hier nog twee kills en is het potje lekker leuk gedaan. Dit was alweer het potje. De score maakt allemaal echt gewoon helemaal niks uit. Ik kan echt niet spelen zonder geluid. Dat is mijn eigen fout natuurlijk. Dus, laat zeker weten wat jullie van deze intro vonden. Ja, ik ben er dus niet door, ik moet mijn jaar opnieuw doen. Dat is de conclusie van heel de video voor de mensen die dat zich afvragen. Dus, ik ben er niet door. Laat zeker weten wat jullie van de intro vonden. Vonden jullie hem sick of niet? Of vonden jullie de andere gewoon 10 keer beter? Laat dat ook zeker weten. Dus, bij 300 likes komt er een nieuwe video. Nee, er komt gewoon sowieso een nieuwe video. Maar 300 likes zou echt insane zijn. Dat zou echt leuk zijn als we dat kunnen hitten. Subscribe natuurlijk als je nieuw bent. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later.